Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Ik ben de afgelopen twee weken met vakantie geweest, dus het is weer hoog tijd voor actuele content. Ik had natuurlijk wel video's geplaatst, maar dat waren wel de bredere onderwerpen, dingen die niet per se actueel zijn. Daar gaan we in deze video juist wel weer naar kijken, want eigenlijk de laatste maand, maar ook zeker de laatste twee weken, is er veel gebeurd op het gebied van zowel aandelen als van crypto. Nou, aandelen, daar gaan we in de volgende video naar kijken. Crypto, daar gaan we in deze video naar kijken. Dus laat ook maar meteen even gaan kijken naar mijn portfolio dat ik heb bij Coinmerse. De maandelijkse serie is dit, waar ik iedere maand 100 euro inleg om te investeren in crypto vanwege de DCA-methodiek. Um, ja, gedacht eigenlijk, dus dollar cost averaging. Nou, dan is het natuurlijk, als we gaan kijken, trouwens even uh, naar de all time. Ik ben in januari, februari van 2021 van vorig jaar, dus begonnen met dit portfolio, met dit idee. Dan zien we eigenlijk dat we tot april, geloof ik dat het was, best wel gestegen zijn. Maar sinds april eigenlijk ook weer meer dan gehalveerd zijn als we gaan kijken naar crypto. Ik kan daar heel, ja. Heel verdrietig om zijn, laat ik het zo even noemen. Aan de andere kant kan ik er natuurlijk ook heel blij mee zijn, want het hele idee van deze serie is: dollar kost everything. Dus eigenlijk, als de prijzen omlaag gaan, is dat positief. In ieder geval, zolang het in combinatie is, dat ik er nog steeds op de lange termijn in geloof in crypto. Kijken we naar de coins die ik heb, het zijn ook vooral Bitcoin, Ethereum en Cardano, maar in ieder geval twee. De top 2 zit erin, dus dat zijn ook wel de coins waar ik zeker op lange termijn op geloof, en dat is voor mij dus ook de reden dat ik mijn eigen dan niet zo druk op maak op dit moment. De koersen op dit moment, natuurlijk, we weten dat het ooit heel hard stijgt, ooit heel hard daalt, en in dit moment zitten we dus met een heel harde daling. Hebben te maken, maar voordat we zo meteen dus weer opnieuw 100 euro gaan investeren in crypto, wil ik eerst even gaan kijken waar die daling vandaan komt en hoe het eruit ziet op de grafieken. Dus laten we daar maar mee gaan beginnen. Oké, okay, ik ben nu even overgestapt naar TradingView. Dat is wat fijner om mee te werken wat betreft grafieken. Een veel duidelijker inzicht. En we kijken nu naar de Bitcoin ten opzichte van, of in dollar, zo moet ik het zeggen. En dan valt het op dit overzicht eigenlijk nog wel mee. Maar hier hebben we te maken met een logaritmische schaal. En als ik hem even naar links zet, dan kun je rechtsonder zien staat hij op logaritmisch. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat een stijging hier. Van ik noem maar iets, 30% ziet er hetzelfde uit als een stijging hier van 30%. Gaan we juist naar de, zetten we die uit, gaan we naar de andere schaal. Dan krijgen we een totaal ander beeld. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat we ooit heel laag begonnen zijn. Toen zeg maar 100-euro-stijging heel veel effect had. Maar terwijl nu 100-euro-stijging dat gebeurt ieder uur. 100-euro-daling gebeurt ook ieder uur bijvoorbeeld. Dus dat geeft een heel ander beeld. En dan laten we even dit beeld van nu pakken omdat dat denk ik wel, aangeeft um, waarom op dit moment het zo belangrijk is. En vooral de koers waar we nu ook op uit zijn gekomen waarom die zo belangrijk is. Een paar weken geleden zaten we de hele tijd zo rond de 30.000 dollar. Net iets erboven, net iets eronder. En dat heeft een beetje te maken met. Dat was een beetje deze lijn. En je ziet ook wel: dat zijn dingen, in ieder geval die voorheen, en misschien niet op de week, maar misschien dan wel weer op de daggrafiek. Gewoon Heel belangrijke momenten waren van steun, weerstand, um, dat soort dingen. Dus dat punt zijn we inmiddels voorbij. Zoeken we zoomen we weer uit naar de weekgrafiek. dan zien we juist dat. Juist het punt waar we nu zitten, en dat was een beetje zo rond de 20.000 dollar. We hebben er een tijdje ook weer boven gehangen. We zijn de laatste, trouwens, ook een paar dagen weer onder geweest. Nu zien we weer wat herstel. En de actuele koers, laat ik die meteen even erbij pakken. Is zo rond de 21.000 dollar. Dus we zitten nu alweer behoorlijk wat boven. Is het dan ook het punt dat we dieptepunt hebben bereikt? Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is wel een belangrijk punt waar we nu zitten. Want pakken we die even erbij. En zet ik die even vast. Dan zou je kunnen zeggen dat het een beetje rond deze koers ligt. Dan zie je dat daar de vorige keer. Uh, begin vorig jaar ook een beetje weerstand was en na nou, de hand schoten het door ging het ook hard omhoog en ook de piek van 2017 eind 2017 en de daling dus van 2018 was dat op dat moment het hoogtepunt uh, dat geeft dus ook wel meteen een punt aan van waarom dit nu zo belangrijk is weten we dit punt vast te houden of gaan we verder zakken en als we verder gaan zakken wat kunnen we dan verwachten nou dan zie je weer dat een koers van ongeveer hier Best wel belangrijk wordt, en laten we even zeggen dat dat rond de 12.000 dollar is. Dat zou betekenen dat we bijna nog een keer kunnen gaan halveren. Het kan zomaar zijn dat het gebeurt. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar kijk je puur naar de grafieken, lijkt dat in ieder geval wel weer het volgende niveau te zijn waar uiteindelijk steun wordt gevonden door Bitcoin in dit geval. Maar waarom is dit nu de laatste tijd weer zo hard gedaald? Nou, we weten allemaal dat er op dit moment een hoge inflatie is. Dat heeft zeker effect op de aandelenbeurzen, maar zeker ook steeds vaker op de cryptomarkt. Uh, we zien ook gewoon de renteverhogingen die worden doorgevoerd door de Fed in Amerika. Ook dat heeft effect op de economie, op de aandelenbeurzen, maar zeker ook op crypto. En ik heb het al vaker gezegd. Crypto was in het begin iets als een alternatief voor aandelenbeurzen, een alternatief voor goud. Maar steeds vaker zien we gewoon dat de cryptomarkt eigenlijk gewoon volwassen is geworden. Dat er steeds meer mensen inactief zijn, dat er steeds grotere bedrijven inactief zijn. Bedrijven en personen die op dezelfde manier handelen als als ze op de beurs zouden doen. En daarom zie je ook vaak dezelfde bewegingen. Nou, um, het ziet hier misschien niet zo heel duidelijk, maar laten we die er wel even bij pakken. En misschien moet ik dan weer naar de andere schaal. Dan zien we hier wel... Bijvoorbeeld de SP 500 is die onderste lijn. De dal van maart 2020 in de SP was ook een dal in de koers van Bitcoin bijvoorbeeld. Het ging langzaam aan omhoog en een beetje de piek. Die zien we hier ook rond dezelfde koers liggen. Een beetje in oktober, november van vorig jaar. Dus het is niet helemaal hetzelfde, niet helemaal vergelijkbaar. Maar ongeveer kun je wel eenzelfde lijn daarin herkennen. En dat is dus gewoon omdat de hele economie zo gaat. Mensen hebben daar niet per se meer zo'n vertrouwen in. Die zijn waarschijnlijk in de hype begonnen en krijgen nu dus ook voor de eerste keer te maken met dat ze ergens een verlies, het verlies staan. Ze zien rode cijfers, raken in paniek en gaan dan juist hun verlies nemen, omdat ze niet goed hebben nagedacht over waarom ze begonnen zijn, wat hun plan voor meerdere jaren is, en omdat ze misschien ook niet de kennis hebben. Als je niet alle kennis hebt, dan ga je op emotie handelen. Ja, en dat is niet de juiste handeling. Dat is niet de juiste motivatie om te handelen, laat ik het zo noemen. En wat natuurlijk ook meespeelt, is dat Um, we hadden een tijdje geleden het probleem rondom stablecoins en nu eigenlijk van de week hadden we het probleem rondom uh, Celsius en ik pak heel even de website van Celsius erbij en je ziet het ook, um, er wordt geüpdate, er was een tijdje geleden, vorige week was het vooral het probleem dat mensen daar hun geld niet konden uh, opnemen eigenlijk, dat veroorzaakte een paniek. En maken misschien niet veel mensen in de crypto-wereld gebruik van Celsius. Het geeft wel weer een trigger van, hey, ik kan niet bij mijn geld. Wat als dat ook bij mij gaat gebeuren? En wat je ziet, Celsius is eigenlijk een, een platform voor crypto. Maar een van de dingen die ze aanboden was juist om um, eigenlijk ook met geleend geld crypto te gaan kopen. Nou, dat gaat heel lange tijd goed, zolang de prijzen ook maar stijgen. En dat zie je trouwens ook hetzelfde gebeuren met aandelen. Op een gegeven moment gaan beurskoersen dalen en als er dan gewoon met heel veel geleend geld, en dat is vaak gebeurd omdat juist de afgelopen jaren geld lenen gewoon heel goedkoop was, de rentes waren heel laag, nu stijgen rentes, dalen koersen en die combinatie zorgt ervoor dat heel veel personen, heel veel bedrijven misschien ook wel een margin call krijgen, dat ze eigenlijk geld moeten bijleggen om een, ja, meer een verzekering eigenlijk weer aan um, het risico neemt toe. Dus ze moeten bijleggen omdat juist koersen dalen. Nou, dat zorgt ervoor dat er in één keer heel veel vraag komt. Heel veel mensen wilden in dit geval uitstappen bij Celsius. Nou, dat werd voor hun dan weer de trigger om dat even stil te zetten. Maar dat veroorzaakt natuurlijk wel dat mensen in paniek raken. Want ik heb hier geld staan op Celsius. Ik kan er nu niet meer bij. Ik krijg het geld niet meer terug. Dat is eigenlijk een beetje wat de laatste tijd dus is gebeurd. En dat zorgt er gewoon voor, zoals gezegd, ...niet iedereen maakt gebruik van Celsius... ...maar het zorgt er wel weer voor dat er extra mensen in paniek raken... ...van wat zou, wat zou er gebeuren als dit ook bij mijn platform gaat gebeuren. Um, je krijgt natuurlijk ook heel vaak dat er dan automatisch een trigger komt... ...om weer te gaan verkopen als de koers in een korte periode 1, 3, 5% daalt. Raken mensen in paniek en als dat eenmaal zo aan de gang is... ...dan gaat het ook hard naar beneden op een korte tijd. En waar ik het eerder ook al over had van... ...is dit dan het moment geweest dat we nu rond deze punt... Um, en dat zien we eigenlijk beter als ik in ga zoomen naar de daggrafiek. Een paar dagen geleden hebben we eigenlijk dat punt bereikt. Zijn we flink gedaald naar in de 17.000 dollar, maar nu ook weer best wel flink gestegen. En eigenlijk vanaf het dieptepunt staan we dan stiekem toch ook alweer zo'n 21% hoger. Hebben we dan de dip gezien? Nou, dat is heel lastig te zeggen. Maar wat we wel kunnen doen is bijvoorbeeld, wat heel vaak terugkomt, zie je in ieder geval. Als we uit gaan zoomen naar een weekgrafiek. En ik haal heel even mijn lijntjes hier weg. En we pakken bijvoorbeeld het 200-weeks gemiddelde erbij. Zoomen we dan uit. Dan zul je zien dat het 200-weeks gemiddelde. heel vaak een punt is geweest. waar ongeveer het dieptepunt werd bereikt. Dat zag je hier in 2015 gebeuren. Toen eigenlijk pas net het 200 gemiddelde uh, was ontstaan. Want van tevoren hadden we dus nog zoveel 200 weken. Uh, een gemiddelde op moeten bouwen. Nou, dat begon daar. We zien dat we het in 2019 hebben gehad. dat rond die koers. op dat moment was het 3300 dollar ongeveer. dat daar. De steun werd gevonden. We zien het een beetje rondom uh, de coronaperiode, maart 2020, gebeuren. En het zou dus ook zo kunnen zijn dat we daar nu een beetje zitten. We zien al dat we eronder zijn geweest, maar dat ook is in andere situaties geweest. Pakken we bijvoorbeeld de coronaperiode erbij. Pakken we het gemiddelde. En pakken we het laagste punt. Zie je ook dat we er 30% onder hebben gezeten. Dus het is geen precieze wetenschap. Het geeft mogelijk alleen wel aan. In het verleden is dit vaker gebeurd. Het zou zo kunnen zijn dat dat nu ook is. Het is geen garantie. Maar dit is wel dingen waar heel veel mensen naar kijken. In 200 weken gemiddeld wordt vaak toch wel uh, ja, op deze manier geïnterpreteerd. En dan heb ik ook grafieken en tekeningen gezien. Dat we eigenlijk als we naar een trendkanaal gaan kijken. En dat zouden we zo kunnen doen door eigenlijk de toppen te pakken. En dat gaat niet helemaal perfect. Maar laten we hem even zeggen een beetje zo. Um, en pakken we dit bodem. Dan zouden we kunnen zeggen dat die hier ongeveer een beetje lag. En trekken we die door? Klopt dit niet helemaal precies? Misschien moeten we zeggen dat dit zo was. Dan zul je ook zien als we op die manier gaan kijken naar een grafiek. Dat we mogelijk ook om die reden eigenlijk wel een bodem hebben bereikt. Het is natuurlijk altijd wel een beetje zo uh, wat we noemen self-fulfilling prophecy. Als iedereen op deze manier gaat denken: je kunt ook denken, oh hier denkt iedereen zit het erboven. Dan moet ik gaan verkopen. Dan gaat het automatisch ook gebeuren dat dat de top is. Het zou ook andersom kunnen zijn als we het hier er net onder zitten op verschillende ja eigenlijk twee indicatoren zou je kunnen zeggen zou ook iedereen kunnen gaan denken oh dan is dit de bodem en als nu iedereen gaat kopen dan zal het ook waarschijnlijk de bodem zijn dus het is natuurlijk wel een self fulfilling prophecy maar dit zijn mogelijk dus twee manieren waarop je naar een grafiek kunt kijken op dit moment om een inschatting te krijgen van wat denkt de markt of hoe zou je het kunnen interpreteren en wat dan mogelijk ook nog wel interessant is om te gaan kijken is als je naar Bitcoin en dan de dominantie gaat kijken oftewel eigenlijk hoeveel Procent van de market cap van alle crypto's zit op dit moment in bitcoin. Nou, je ziet dat dat eigenlijk sinds eind 2020 heel erg is afgenomen. Dat geeft eigenlijk aan, de markt kan goed zijn toegenomen, kan zijn afgenomen. Maar in ieder geval het percentage dat in bitcoin zat, was op dat moment afgenomen. Um, je zag misschien heel veel uh, bitcoin ging hard stijgen um, in die periode. En uiteindelijk ook hier. Maar ook heel veel altcoins zijn gestegen. Nu is het juist andersom geweest. Vooral de laatste periode. En dat zie je hier wel een beetje. Dat altcoins niet populair werden. Dus ging automatisch dat geld naar bitcoin. Maar nu ook bitcoin de koers flink is gedaald. Neemt ook de dominantie af. Ten opzichte van die altcoins. Dus ook een manier om te gaan kijken van. Hoe ziet het er nou uit als je kijkt naar bitcoin. In het begin waren er heel weinig altcoins. Dat eigenlijk al het geld van crypto zat in bitcoin. Maar je ziet het nu wel heel erg. Ja, flinke schommelingen maken geeft een beetje een beeld van wat zijn mensen, waar zijn ze mee bezig? Kijken ze vooral een veilige haven als eventueel dus bitcoin? Of durven ze het ook weer aan om projecten, altcoins te kiezen en daar juist hun geld in te steken? Dat geeft een beetje aan hoe cryptobeleggers in ieder geval denken op dit moment over de markt. Maar tot zover is dus eigenlijk weer het beeld, de grafieken, laten we even teruggaan naar Coinmurs en... Dan eigenlijk te gaan kijken naar de 100 euro die ik ook deze maand opnieuw wil investeren. Als we even naar de wallets gaan, dan kunnen we zien hoe dat portfolio er op dit moment uitziet. Um, trouwens, een nieuw iets op Coinmers is earn. Dat heb ik pas geactiveerd. Het is eigenlijk een, ja, net zoals je ooit bij aandelen ook hebt. Je kunt aandelen worden ooit bij de Giro bijvoorbeeld standaard wel of niet uitgeleend, omdat je ze uitleent. Krijg je daar een vergoeding voor? Nou, dat is inmiddels ook mogelijk via CoinMerse. Ik heb het nu aanstaan. Ik moet nog even kijken hoe het precies werkt, wat de voordelen zijn, maar vooral ook wat de nadelen zijn. Wat als er iets misgaat en iemand leent crypto, krijg je dat dan terug? Hoe is dat verzekerd? Zeg maar. Dat wil ik in ieder geval nog gaan behandelen in de komende video's. Maar ik heb het nu vast geactiveerd. Niet overal, want bij Coin had ik weer te weinig saldo om dat te activeren. Um, maar dat is dus op dit moment. Ga ik dus even niet verder op in. Maar wat ik wel wil kijken. We zien eigenlijk dat ik overal in het rood sta. En overal ook behoorlijk in het rood sta. Bitcoin ook inmiddels al gehalveerd. Mijn positie. Ethereum gehalveerd. Cardano iets meer dan gehalveerd. En Polkadot. En Dogecoin. Bijna ja. Heel erg hard gedaald. De bedragen zijn dus ook heel erg hard gedaald. We zagen ook nog dat het ergens bovenin de 600 euro op dit moment waard was. Ik had trouwens ook nog een, twee maanden geleden inmiddels in bots geïnvesteerd. Dat was toen nieuw. En als ik daarna ga kijken, kreeg ik ook trouwens wel reacties van, het is een idee van DCA, uh, waarom ga ik dan investeren in bots? Want bots zijn op de korte termijn, dat klopt. Het is op de korte termijn, maar het is wel een manier van passief. Een bot doet het werk voor jou. Dat is ook weer iets dat ik wil gaan testen. En eigenlijk ziet het er nu best wel goed uit. Als je gaat kijken um, wat dit waard zou zijn geweest. als ik het geld gewoon in Bitcoin had geïnvesteerd. dan was het misschien wel 30, 40% gedaald. Nu is het maar 1,6, 3,5 of 4,3. Dus dat valt mee. Het lijkt erop alsof bots in ieder geval tot nu toe best wel redelijk hebben gedaan. Ik ben ook vooral benieuwd. Hoe ze het gaan doen als de markt weer terugveert. Ik ga daar op dit moment niet iets extra's in investeren. Dit is puur willen kijken van wat zijn hun rendementen, hoe reageren bots? Um, dat ga ik dan rapporteren in deze video. Nou, ik heb inmiddels daar geld in geïnvesteerd. Dus dat ga ik iedere maand aanhouden. Even te kijken hoe dat zit. En we zien nu wel dat het eigenlijk valt me zeker niet tegen. Het is negatief, maar lang niet zo negatief als dat koersen anders waren geweest. Dus. Deze maand ga ik dus die 100 euro opnieuw investeren. En dat doe ik eigenlijk in de twee coins waar ik altijd mijn investeringen in doe. En dat is Bitcoin en Ethereum. Bitcoin, omdat het gewoon, ik denk nu wel een punt is dat het interessant is om daar ook zeker nog in te investeren. Ethereum, dat ik daar nog steeds in geloof. En eventjes al die altcoins op dit moment niet, omdat ik ja, daar minder vertrouwen in heb. En ik denk ook dat de markt daar een beetje minder vertrouwen in heeft op dit moment. En na mijn aankoop ziet het dan als volgt uit. Uh, ik heb 75 euro geïnvesteerd in Bitcoin. Daar heb ik het meeste vertrouwen in voor de lange termijn. Dus ook drie kwart van mijn inleg deze maand gaat die kant op. En 25 euro in Ethereum. Ziet dat er als volgt uit. Dan gaan we terug naar het dashboard om naar het totale bedrag te kijken. Dan zie je zien dat de CoinMerse Coins weer op nul staat. Ik heb geen te goed meer daar. En het totale bedrag zit nu op zo'n 780 euro. Nou, laten we hopen, in ieder geval. Aan de ene kant dat het uiteindelijk alweer omhoog gaat. Hoeft niet per se eigenlijk op de korte termijn. Want dan zou ik eventueel ook volgende maand nog goedkoop kunnen kopen. Dat is natuurlijk het hele idee van dollar cost averaging. Maar dat is in ieder geval de situatie. Uh, mijn portfolio op dit moment. Laat ook vooral weten hoe jij er nu mee omgaat met, uh, met crypto. bijna nog actief bezig? Voor heel veel mensen weet ik gewoon dat dit een van de eerste momenten is. Dat ze ook in het rood staan. Negatief staan. Wat zijn jouw gevoelens daarbij? Hoe denk jij? Heb je een plan? Dat zijn denk ik nu vooral het belangrijke moment dat je beseft gaat beseffen van heb ik op de juiste manier ben ik begonnen heb ik een juist plan van aanpak gemaakt of kom ik er nu achter dat ik dingen anders had moeten doen. Deel dat vooral. Ik denk dat het heel interessant is. Het is jammer als je het eventueel meemaakt op een negatieve manier, maar ik denk wel zeker dat je er zelf van kunt leren, maar ook heel veel andere mensen ervan kunnen leren. Dus laat dat soort reacties en feedback vooral weten en achter in de reacties onder deze video. Vond je het weer een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Abonneer je op het kanaal als je meer van dit soort video's wilt zien in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.